Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Ik sta op het punt om even naar de paarden te gaan. Dan kan ik lekker met sommen gaan rijden in het zonnetje, want het is echt prachtig weer buiten. Pascal is ondertussen lekker in de moestuin bezig. Als ik terug ben van de paardjes, gaan we samen richting de stad. We gaan naar Kapersval, want we willen even naar de slager en nog een paar andere dingetjes gaan halen. De stad is een beetje de planning voor vandaag. We gaan lekker shoppen. Of ja, shoppen. Noodzakelijke dingetjes halen. En daarna gaan we thuis lekker aan de slag. Dus we nemen jullie deze week weer mee. Ik ben weer terug. Tijd om naar de stad te gaan. Ik ga even de poort openmaken, want we moeten de auto eruit rijden. En dat gaat natuurlijk niet met de poort dicht. Dus ik ga de poort open doen en dan is het tijd om te gaan. Met 20 kilo aan vlees. Het vlees van de slager is binnen. Ik ben ook meteen even bij de Lidl naar binnen gerend voor het sla te halen. Want we gaan lekker barbecuen vandaag. Dus gauw op naar huis. Dan kunnen we gaan beginnen met het klaarmaken van alle lekkere dingetjes. Voordat we kunnen beginnen met barbecuen is het natuurlijk ook wel fijn als we ergens kunnen zitten. Dus ik heb de tuintafel naar buiten gehaald. Die lag nog binnen. Ik moet nog even het dopje zoeken van die poot daar. En deze omdraaien, want de poten die zitten nu vast. Dan is het een kwestie van de stoelen naar buiten halen. En dan kunnen we beginnen met het voorbereiden van het vlees. Zo, de tuinzet staat klaar daar. Ik ga even de boor opruimen en dan gaan we binnenkijken. Het is donker hier. Wacht, licht. Zo, Pascal is al begonnen met het marineren van het vlees. Dus we gaan gauw kijken of we hem kunnen helpen. Of ja, we, ik. Jullie mogen mee kijken. Ik ga spiesjes maken. Dat is ook wel lekker op de barbecue. Dus we gaan gauw naar binnen. Happy birthday voor Ravi. Happy birthday voor Ravi. Hier, een stukje vlees. Nog een stukje vlees. Ja, lekker. Ravi zegt, ik wil nog meer, want ik ben jarig. Ja, een bakje met chaat. Hier, een bakje van opa en oma. Eet maar op. We gaan gewoon stukken van wat we normaal niet doen, Ravi. Het slaat er nergens op, hè. Het is een beetje scheef, dat moet je weer straks snijden. Dat is lekker, hè, Ravi? Ravi heeft geen tijd voor mij. Dat ben ik. Sta, blijf kwispelen. Ravi, ben je jarig? Ja, zag ze morgen ben ik weer jarig. Ravi. Ze is zo blij. Zo, wij gaan beginnen met de barbecue slavliesjes. Zelfgemaakte knoflooksaus. Er staat wel folie overheen. En dat is voor de vliesjes en voor die vriendinnetjes daar. En ons mini barbecue'tje, die staat aan. We hadden in Nederland een hele grote, maar die hebben wij niet mee verhuisd. Dus nu doen we het met Tidding. Totdat we hier achterlangs dadelijk een mooie buitenkeuken hebben gemaakt. Als hier een overkapping komt. Maar dat duurt nog even, dus voor nu doen we het met die. Chic, die was hobby van jou. Ja,
Ja, dat hadden we anders moeten maken. Dat was ook geen sperrip. Nee, dat was een... Ik weet niet wat je ervan had gemaakt, maar dat was geen sperrip. Nee, dat was. Maar dat is niet erg. Gaas vond het heel lekker. Gaas vraagt zich wel af waar die braadworst nou naartoe gaat. Raad, die vond hij lekker. Niet gaas. Gaas en Rabbel hebben die ook gekregen. Ja. Mijn kleine poesje. Links. Waar gaat al dat vet van dat vlees naartoe? Goedemorgen, het is goedemiddag. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net bij de paardjes geweest. Pascal die is lekker vissen, dus ik heb het huis voor mij alleen. Nou weet ik niet precies wat ik ga doen, maar dat zien we zo meteen wel. Het is na 12 uur geweest, dus eerst gaan we maar eens lunchen en dan kijken we wel wat we kunnen doen vandaag. De vrouw wou een spaardagje voor zichzelf vandaag, dus stuurt ze mij vissen. Maar ja, dat valt me helemaal niet slecht hoor. De lunch zit erin. Ik ga nou hier beginnen in de toekomstige trimsalon. Ik ga dit allemaal eruit halen. En dan gaat dit naar daar, naar de voorkant, in de garage zeg maar. En als ik dat heb gedaan, dan kan ik mijn trimtafel in elkaar gaan zetten en mijn hondenbad. En dan kan ik dat hier een plekje geven. Dan heb ik in ieder geval een ruimtetje, ook al is het nog helemaal niet klaar, maar dan heb ik in ieder geval een ruimtetje om de honden te gaan verzorgen. Dan hoef ik dat niet meer altijd in de woonkamer op de grond te doen. Dus ik ga hier beginnen met opruimen van al deze dingetjes wat hier liggen. En dan iets meer orde in de chaos brengen. Zo, het is leeg hier. Ik ga nu, voordat ik iets anders ga doen, eerst even met het hamertje tikken. Dat alles loskomt wat slecht is. Kijk, hier bijvoorbeeld. Laia is weer aan het helpen. Maar ja, er zit best wel veel wat slecht is. En dan haal ik meteen die dingen daar even vanaf, want dat ziet natuurlijk ook niet uit. En dan ga ik even kijken of we nog stuk hebben. Misschien kan ik dit nog bijstukken, maar ik weet niet of we genoeg hebben. Dus we gaan het zien. Eerst even hier alles weghalen. Dat had ik helemaal niet nodig. Zo. Berensterkte, Emily. Ik heb heel even met stuk hier allemaal dingetjes bijgewerkt. Hier ook langs deze kant. Alleen dat niet, want daar moet een net in. En ik weet niet hoe dat moet, dus dat ga ik samen met Pascal doen. Dus dit laat ik even zo. Ik ga hier nu alles opruimen. En dan ga ik even bij de schapenstal. Want daar moet ook nog een stukje worden afgestuukt. De vorige keer toen we daar bezig waren, hadden we net te weinig. Dus hadden we zoiets van, dan doen we dat de volgende keer wel als we stuk over hebben. En dat is nu. Ik heb nog een halve zak, dus ik ga daar even verder. Maar eerst even hier opruimen, want zo kan ik het niet achterlaten natuurlijk.
Zo, meer valletjes zwemmen hier ook rond. Wel een kleintje hoor. Ons vijvertje van vandaag. Heel leuk vijvertje, vorig jaar ook al een paar keer geweest. Hele leuke kapers erop. Vandaag ook wel een paar leuke mogen vangen. Dus dat is geweggeloond vandaag. Op naar de volgende. Ik ben helemaal klaar met stukken. Alles is opgeruimd. Ik heb zelf ook even gedoucht, want ik zat helemaal onder de stuk waar de stuk niet hoort te zitten. Gelukkig is het ook op de muren beland, dus dat is helemaal goed. Ik heb de wasmachine even aangezet daar met mijn kleren, want ook die zaten helemaal onder. Ik ben al hier aan het eten begonnen. Pascal die komt als het goed is dadelijk thuis van het vesten, dus dan kunnen we meteen aan tafel. Want ik heb vanavond ook nog Hongaarse laas. Dus ik ga hem afronden voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer terug. Tot morgen. Doei! Goedemorgen, het is vandaag een zaterdag. Ik begin mijn dag op stal met deze Flappy. Of ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb de honden natuurlijk al verzorgd. En er was ene met poeperij, onze kleine jarige Job Vender. Die vandaag ook 1 jaar is geworden. Dus hij begint zijn verjaardag heel goed. Heel fijn. Ik ben elk uur wakker geweest met hem. Maar dat is niet erg. Dat hoort erbij als je nou hondjes hebt. En helemaal met ons aantal. Maar... genoeg verteld. Ik ga deze jongen poetsen, opzalen en een ritje maken. En dan is het tijd om naar huis te gaan en thuis aan de slag te gaan. Want ik moet nog steeds mijn trimtafel en mijn hondenbad in elkaar gaan zetten. Want dat is er gisteren niet van gekomen. Dus dat is het eerste ding wat op mijn planning staat vandaag. Als ik klaar ben met onze beestjes. Dus we gaan van start. Zo, wij zijn klaar met rijden. Ik heb hem snoepje gegeven, dus hij is nog kouden. Maar hij is nog nat van het zweten. Dus ik ga hem even goed uitstappen. Want als ik hem zo buiten zet, dan wordt hij natuurlijk ziek. Dan valt hij kou. En dat willen we niet. Dus ik ga hem even zijn halsertje omdoen, uitstappen. En dan even hier alles opruimen en verzorgen. En dan op naar huis. Hè, Som? Som doet net alsof ik hem vermoord heb. Maar hij is een beetje dik. Hij heeft behoorlijke pens en die moet eraf. Dus we moeten wat harder gaan trainen. En dat harder trainen, dat bedoel ik... Dit gaat niet met één hand. Dus dat bedoel ik vooral voor mezelf. Want ik ben veel te lief voor de jongen. En ik moet hem iets meer aanzetten, zeg maar. Dat hij ook echt werkt. Want hij doet net alsof hij heel hard zijn best doet. En eigenlijk heeft hij veel meer in zijn mars dan dat ik eruit haal. Want... als ik wel hem rijd, dan is het een heel ander paard. Dus ik moet gewoon wat strenger worden. En dat is ook echt iets wat ik moet gaan doen. Want zoals hij nu uitziet, zo dik, dat is echt niet gezond voor hem niet. Dus ja, ik moet aan mezelf werken. En dan komt hij vanzelf ook mee. Zo. Zo, het bad staat voor tijdelijk dan. Het rioolgedoe dat zit hierin, want hier moeten we het riool nog op aansluiten. Maar zoals je kan zien is hier nergens een riool, dus dat komt nog. Maar het bad ga ik nu voorlopig toch nog niet gebruiken, dus dat maakt ook allemaal niet uit. Ik wou hier eigenlijk gewoon hier mijn trimtafel neerzetten, zodat ik in ieder geval een ruimte heb
waar ik de hondjes kan verzorgen van ons en misschien ook van anderen. Dat weet ik nog niet, dat zien we vanzelf wel hoe het loopt. Sowieso die van waar Sommer op stal staat, Archie en Dax, die komen sowieso. En voor de rest zie ik het wel. Het is wel de bedoeling dat hier in de toekomst ons trimsalon verwezenlijk wordt. En dat ik hier ook ga werken voor klanten en mijn eigen bedrijfje ga opstarten hier in Hongarije. Net als dat ik dat in Nederland had, wat betreft het rondjes trimmen. Dus dat is wel de planning, maar nog niet voor nu. Nu ook gewoon, zoals ik al zei, een ruimte waar ik onze eigen hondjes kan verzorgen. Dus ik ga nu de trimtafel pakken en dan kan ik die hier in elkaar gaan knutselen. Maar ik dacht, ik zet dit bad dus, hier ook even neer. Dan kan ik even zien hoe het allemaal uitziet. Als dadelijk die meubels hier definitief in komen te staan, dan weet ik precies hoeveel plek ik nog over had. Want dit trimsalon hier, of trimsalon in wording, is namelijk 3 keer kleiner dan wat ik gewend was in Nederland. Nu wil ik hier ook niet gaan werken zoals ik in Nederland deed. In Nederland draaide ik soms dagen van 9 of 10 uur of zo. In combinatie met de honden is dat gewoon veel en veel te veel. Dus dat gaan we niet doen. We gaan het hier kleinschalig aanpakken. Maar dat betekent dus ook dat ik hier niet zoveel uren per dag zal gaan doorbrengen in de toekomst. En een kleine ruimte helemaal prima en perfect is. We hadden er eerst over nagedacht om die muur hier eruit te breken. Dat we een stuk van de garage erbij zouden betrekken nog. Maar als ik zo kijk, denk ik dat dit wel groot genoeg is. We gaan de trimtafel in elkaar zetten, want ik begin weer lekker te ratelen. Zo, de trimtafel die staat ook. Die moet ik wel een keertje even gaan poetsen. Want hij is behoorlijk vies. Dit hoort gewoon even grijs te zijn. Maar die staat. Het bad staat. Dus tijd voor wat anders te gaan doen. Hier in dit gebouwtje is natuurlijk ook nog geen wateraansluiting. Maar we kunnen onze tuinslang koppelen aan de kraan van de douche. En dan kan ik de hondjes buiten wassen. Onze eigen hondjes. En Archie en Dax dan. En dan kan ik de hondjes toch wassen. En dan kan ik ze daarna hier binnen verder afwerken. Dus voor nu doen we het hier mee. En werkt het perfect, denk ik. Ik ben ooit trouwens ook begonnen met trimmen bij mijn ouders op de keukentafel. Dus dit is soort van terug naar hoe ik ooit begonnen was. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga lekker buiten wat doen. Ik weet nog niet wat. Oh nee, ik moet eerst nog even naar de winkel. Dus dat ga ik eerst doen. Ik ga eerst naar de winkel en dan gaan we buiten wat doen. Volgens mij wil Pascal vanmiddag dingen gaan planten in de moestuin. Dus kunnen we daar fijn bij helpen. Zo, wij gaan naar de winkel. Ik sta op de parkeerplaats bij de Aldi en ik bedenk me nu net dat ik mijn paardenkleren nog aan heb. Dus de mensen hier, en het is echt heel druk, die zullen vast blij zijn met mijn parfum van paardenlucht. Sorry voor al die mensen. Ik ga gewoon naar binnen. En ja, dit is dan even iets minder. Maar ik ruik het zelf niet meer, omdat ik elke dag bij die paarden ben. Maar ja, niet paardenmensen natuurlijk wel. Och ja, ik ga naar binnen. En ik doe gewoon net alsof er niks aan de hand is. Ik doe gewoon net alsof ik niet weet waar naar ik ruik. Hier mag ik niks pakken. Daar word je alleen maar dik van. Ik ben weer terug van de winkel. Voordat we in de moestuin aan de slag gaan, wou ik jullie heel even laten zien hoe het ervoor staat met de plantjes binnen en buiten in de bakken. Dus ik ga de camera draaien en dan kunnen jullie meekijken. En dan hebben we nog alle paprika plantjes. Thank you.
Van die werkzaamheden in de moestuin is niet meer heel veel gekomen. We wouden een aantal plantjes gaan zetten die we hebben voorgezaaid binnen. Maar ja, het maakt niet uit, dat komt morgen wel. Pascal was bezig met het afvalhout op te zagen, dus ik ben hem daarmee gaan helpen. Zijn we toch langer mee bezig geweest dan we hadden gedacht. We hadden gedacht dat het wel binnen een uurtje klaar was. Dat was niet het geval. We zijn daar de hele middag zoet mee geweest. Maar dat is niet erg. Nu kan dat ook van onze checklist af en gaan we gewoon morgen die plantjes zetten. Ik ga nu even een stukje met de hondjes wandelen. Ik sta hier even in de schaduw, dat ik een beetje naar de camera kan kijken. Ik denk dat ik de video wel alvast ga afsluiten. Maar ik ga wel nog de beelden erbij plakken van de wandeling. Dus ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef ons een like, abonneer op ons kanaal en laat hieronder een leuke reactie achter. En dan zien we jullie woensdag weer terug bij een nieuwe video. Doei!